Okay, people, let's go to work. Hallo, 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 hallo mensen. Lieve mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe video van Vincent's Disneycraft aflevering 69. En wat een apart aantal, 69. En ik ben heel erg vanished. Ik ben verdwenen. En we zijn hier met twee mensen, Robin en Mr. Timothy. Timothy is beter, hè? Echt hoor. Ja, inderdaad. Timothy. Wat is dit nou? Waarom noem je Robin? Noem ik je weer Robin? Ja. Wat erg. Rovi natuurlijk. Je bent ook weer doof, hè, Rovi? Nee, Timothy, je hebt een taart in je hand. Kijk eens achter je. Ja, ik sta achter je. Loop nu naar voren. Ja. En ga dan naar rechts nu. En ga door dat gebouw heen daar. Zie je dat gebouw daar? Ja. Ja. Oké, ik volg je. Ja, mensen. Hij gaat door de geheime gang en hun denken van, ja, de studio's gaan dadelijk kopen. Dat is ook het geval. Maar wij, Timothy mag vast een preview. Oké. Let op. Alsjeblieft. Kom, volg. Oh, zo spannend dit, toch? Ja, echt, hè? Kom snel hierdoor. Kom snel hierdoor. Snel. Snel! Hierdoor, kom! Ja. Ze hebben ons niet gezien. Ik maak zelf het gat even dicht. Ze hebben ons niet gezien. We zijn veilig. Kijk, en ze zien ons ook niet. Zie je dat? Meestal als ze ons zien, dan gaan ze naar ons toe. Ja, daar komt heel de stoep hier. Oh, daar komt iemand. Kasteelvuur. Oh, jee. Oh, en als er één komt, dan komen er weer. Serieus. Er staan heel veel. Echt heel veel. Oké. De studio. Oh, daar komt Tim. Oh, jee. Ja. Nou, we gaan snel naar de studio, zodat we gaan kijken of het helemaal gereed is natuurlijk. En jij bent natuurlijk nog geen. Jij bent heel lang. Ja, jongens, het is vuurwerk. Je denkt van Robin aan de scheet. Robin. Maar het is nog steeds oud en nieuw vandaag. Ga klimmen. Ja. Ik kan niet vastpakken. Zo. Probeer het eens. Nu moet het wel lukken. Kijk. Dan gaan we hier door, kom maar. En dan gaan we even kijken, als jij een beetje daar naartoe gaat. Kijk, je kan hier wel jumpen, denk ik. Dan kom je hier overheen, dan ga je in de studio's. Dan ga ik even kijken, want dadelijk gaat de studio's open. En we moeten een aantal dingen moeten we nog eventjes uitzetten. Dus bijvoorbeeld de achtbaan hier, nou die is goed. Die kan bestuurd worden, die is klaar. Hallo Sander, naar achter met de racket. Ralph is klaar natuurlijk. Het reuzenradje moet nog gefixt worden. Deze attractie is nog niet klaar. Dat is namelijk de Studio World. Nog niet klaar. Zo, die ga ik helemaal even uitzetten. In onderhoud zet ik erbij. Dat mensen niet denken van hoe en wat. Toch, Roy? Ben je er ook al inmiddels gekomen? Ik ben, ik sta voor de dinges. Je bent mensen even in bedwang aan het houden. Mensen zijn helemaal gek aan het doen. Ze willen zo graag de studio in. Nee, ik vlieg ervoor, hoor. Ja, het lijkt wel een Justin Bieber concert hier. Ja, is dat? Is dat zo, ja? Oké, laten we het zo doen. Een beetje triest, maar misschien ook weer niet. Ik ga iets afzetten. En dat is dat mensen nog niet naar de Wally kunnen. Dat gebied moet nog even dicht blijven. Dus ik ga er gewoon nu een soort van groot fence van zetten van iron. Wacht, ik doe ook wel iron. Ik doe geen fence of zo. En dan doe ik van stone, doe ik dat maken. Stone. En dan maken we, even kijken, doen we zo'n cobblestone wall met iron. Zo. En dan plaatsen we die hier zo. Grote paal. Huppakee. En dan aan de andere kant de grote paal. Ga je nog vuurwerk afsteken trouwens? Ik niet, nee. Nee? Waarom niet? Je kunt hier zo doorheen lopen. Ik vind het, ik heb dat nooit echt gedaan. Oh, maar... Heb je dan het vuurwerk afstoken? Nou, heel slim, want het is alleen maar geldverspilling. Daarom. Zo. En daar eentje. En dan gaan we kijken of mensen niet gaan trickjumpen, want ze kunnen misschien wel over de... dan gaan we het anders doen. Wat was het? Iron Fence is het? Iron Fence? Iron Gate? Ja, Iron Fence. Je hebt hem al. Ja. Hier kun je door. Oh, wauw. Ga weg. Vervelend weer dit. Zo, nou, het is nu al afgezet een beetje zo. Mensen weten in ieder geval dat taart, dat je daar nog niet heen kan. En het zou zonde zijn als mensen dat gaan proberen. Ja. Oh, je kan hier doorheen, joh. Echt? Ja, als je springt. Wat sneu. Ga eens weg, Rui. Laat ze in een blokje. Niet. Zo, nou kan het niet meer. Ha! Nice. De zekerheid. Oké. Nou, dit is helemaal afgesloten. En dan hoop ik dat mensen niet meer daar naartoe kunnen gaan. En dan ga ik het openen.
En ik ben benieuwd hoe mensen gaan stormen, jongens. Want het is nog helemaal niet echt 100% af. Want daarmee zijn er nog bankjes en zo. Maar ja, het meeste is af. En ik ben benieuwd. Oh, dit is spannend, Roy. Want de studio is heel lang is nog niet geopend. En mijn geluid staat uit in Minecraft. Saai, hè? Dan zal ik een alert maken. Alert. Dan gaat het naar alle servers, naar de survival, naar de... En we zijn overgestapt, hè? Roy, vertel het eens. Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gedaan? We hebben onze server overgezet naar een andere... Ja? Hoe zeg je dat? Ik weet niet. Ik weet het ook niet. Jij weet het beter dan mij. Weet ik het beter? Helemaal niet. Ik weet het helemaal niet beter. Tuurlijk niet. Nee, we hebben DDoS-protectie. En DDoS-protectie is belangrijk voor, leuk spelen. En, kijk eens, de vuurwerk komt eraan, dat is de opening. Oh my god, Ramon weet het, die denkt van, oh shit, we gaan open. Nu gaat het gebeuren. Nu gaat het gebeuren. Het grote, er is een storm naar binnen. En ik ben benieuwd, we gaan daar de deur openen. En het is open, mensen stormen massaal naar binnen. Ik ben benieuwd, want het is leuk om te zien dat mensen nu, langs mijnen gaat toch verder. Er komen mensen. Ik denk dat ze naar de Wally hadden. Gaan ze naar de Wally, denk je? Ik denk het wel. Of de Wrecking Ball. Ja. Die heb je hier natuurlijk ook. Oh ja. En ze gaan rennen. Twee sneeuwmannen. En Ash Ketchum. Ja. En een kasteelvuurzirk. Ze rennen. Want ze gaan ergens naartoe. En ze verkennen heel de boel. Lars Meijner gaat naar achter. Kasteelvuur gaat hier naartoe. Die gaat... Hier gaan andere mensen. En ze willen allemaal verder natuurlijk. Want ze willen natuurlijk naar die Wally. Ja, die is het beste, hè. De Wally attractie. Helaas, daar kunnen jullie nog niet heen. We gaan al meteen... Ga er eigenlijk het half in inderdaad. Zullen we die gelijk besturen? Doe dat. Ik denk een beetje. Oh, ze gaat er gelijk in. Oh, kijk dan. Wow. Oké, nou dan gaan we even starten. Hij zit ook echt helemaal vol. Zit hij echt serieus vol, ja? Ja, volgens mij wel. Nou, dan gaan we eens even gaan besturen. Hallo mensen. Zo, kijk nou. Ja, iedereen zit Jeetje. Erin. Nog één plek. Eentje gaat er niet in. Ja, oh nee, oh, die bezet. Oh. Nou. Zo. Daar gaan we. Oh. Zo, dan kunnen we eens even 3 kwartier laten zitten op zich. Ja, kan toch? Nou, wanneer? Kijk of hij heel zwaar is, zo met al die mensen erin. Nee, kijk hoe druk, joh. Jeetje. Echt, hè? Kijk hoe vol. Nou, dan moeten we even meer mensen erin laten gaan. Nog één ritje dan? 1 ronde? Ja, daar gaan ze. Wee. Nou, nog 1 rondje. Leuk hoor. Echt hè? Oké. En we gaan ze laten stoppen. Bij de volgende afdaling komen ze eruit. En dan kunnen we ze ejecten. Via ejecten bezoekers. Knop. En plop. Iedereen wordt geëject als het goed is. No. En dat gebeurt dus niet. Of zitten er weer nieuwe mensen? Maar nog een keer. Hij zou dat moeten doen, dat eject. Is dat terug? Of mensen gaan er gewoon niet uit, dat kan ook. Ja, maar je wordt ge-eject. Oh. Wacht even, redstone. Voor mij werkt dit redstone niet goed. Oh, daar gaan ze nog een keer. Iemand zegt wel in de chat dat hij vast zit. Ja, dat eject werkt niet. Op een of andere manier. Zit er wel eject? Ja, maar die doet het niet meer. Nou, dan moet hij nagekeken worden nog. Oh, nou, ze kunnen dat toch uit? Ja. Shift. Misschien dat ze dat nog niet weten. Gaan ze weer? Ja. Tijd. Ja, dan weet ik het niet. Dan moeten we de karretjes lopen. Met grof geweld. Oh, ik pak al mijn ex. Volgens mij zitten ze echt vast. Ja, nou dan moeten ze inderdaad gaan eruit helpen slaan. Kom maar jongens! Oké. Okay. Kom. Klikken.
Super. Zo, ze zijn vrij. Kom uit de rekken eraf, jongens. Als je er nou uitgaat, dan gaan hun je achterna. Ik denk het. We gaan de nieuwe attractie gelijk openen. De nieuwe achtbaan ook. Er is een nieuw achtbaantje. Ik ben benieuwd hoe mensen daar wat die ervan gaan vinden. Even werkt kijken. Die? Ja, die heb ik helemaal gespied al. Echt? Oh, ja. Daar moet ik er ook in. En mensen volgen mij, maar die mogen hier helemaal niet heen. Uit weg. Nee, kijk! Oké, Ingras, jij staat er klaar. Kunnen mensen al erin? Weet niet. Timothy, jij gaat als eerst. Ik ga als eerst, ja. En jij bent de enige die het begrijpt dat daar de ingang is. Oh, maar... Oh, Roby. Ik wil ook. Ik ben er nog niet in geweest. Moet je dan vooraan? Ja. Waarom? Oh, speciaal ben. Jij is zo creepy. Even kijken, jongens. Gordels vast. Mee zwart. Gordels vast. Even kijken wat we hebben hier. Wie loopt er buiten? Kijk nou, aardbeving. Hé. Hey. Wie is dat daar? Kevin? Hallo, ja, Kevin. Ja, hallo. We gaan hem starten. Veel plezier. Bye, bye. Bye, bye. Klopt het niet, muts. Dag. Dat deed extra. Dag, zo ga je snel, zeg. Ja, dat kan. Omdat ik te zwaar ben. Ja, tuurlijk. Je hebt veel gevreten, joh. Veel plezier. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Daar ga je, hoor. Ja. Nou, dat gaat wel goed komen, geloof ik. Oké, de volgende lading zit alweer vol. Het is wel druk bezocht, die studio. Nieuwe attracties, nieuwe dingen. Ik doe mijn gordel los. Ik wil erin. Oh. Oké, daar gaan ze, hoor. Gelijk een nieuw karretje. Zo. Gaat u maar. Ja, ja, hallo meneer een draak en nog een draak. En slot, Lars Meijner. Huh. Nou, ik doe nog wel één rangeren dan. Oh! Te zijn? De andere. We gingen door zo'n ding heen en toen zag je andere karretjes. Echt super cute. Oh, echt leuk getimed. Echt heel leuk. Naughty. Oh, je bent bijna bij het einde. Dan moet ik deze snel starten, want het is een klein baantje. Ik weet ook niet of je ge-eject wordt trouwens. Er is niet eens een uitgang volgens mij. Oh, er is niet eens een uitgang. Echt niet? Nee. Oh, oké dan. Ik denk door dit. Door deze incoming plate. Kijk, hier doe je een plate zo. Joe. Ik moet dit nog afsluiten zodat... Oh, je wordt ge-eject. Oh, mooi. Oké. Okay. Mooi zo. Oh, dat is een mooi systeem. Nou, perfect. We kunnen de volgende... Hallo meneertjes. Maar je moet... Oh, deze heeft een leuke skin. Oh, kan je hem starten als de volgende komt? Ja. Start zit daar, dat knopje. Niet er doorheen gegeven, ga maar hier. Ik probeer... Lijkt een beetje, hè? Ja, ik plaats snel eens een warp hier. Hoe heet deze attractie eigenlijk? We hebben geen naam. Hoe heet deze attractie, Roy? Zet warp. Kom op. Ik moet het weten. Hoe heet de attractie? Ik weet het niet. Ik weet niet hoe die heet. Hebben we nog een naam dan? Nee, ja. Nou, ja, ergens. Studio. Ben je sure? De studiobaan. Ja. Studio coaster noemen we gewoon. Zet warp. Studio coaster. Doe ik een alert. Probeer de nieuwe achtbaan warp. Kijk, er komen altijd wat meer. Studio coaster. Spammen zo. Dan kunnen mensen lekker even komen. Ja, Roy is goed. Je hebt goed geholpen. Moet ik die nu weg? Nee hoor. Oh. Nee hoor. Oh, je bent er komen er meer mensen. Nu, ja, er komen meer mensen. Ik ben gewoon lekker aan bedienen. Dit is een bedienvideo. Eruit. Daar zijn we niet van bediend. Bediend. Warp, ik vond het zo'n leuke attractie, ik ga gewoon nog een keer. Ja, ga je nog een keer, ja? Nou, ja. Daar gaat het. Daar gaan jullie, hoor. Wieeuw. Kom ook een nieuw treintje aan dadelijk, dus dan moet ik een beetje in de gaten houden, hè. Dag, meneer. Ja, dag. Dag, meneer.
Kijk, daar komt een nieuwe lading aan. Dit is leuk hoor, bedienen van zo'n coaster. Als het gewoon lekker bezocht wordt, dan is dat hartstikke leuk. Hallo meneer die op de baan staat. Oh mijn jord. Jij wilt dood? Ja, die karretjes die gaan allemaal zo tegen je aan hoor, als je niet uitkijkt, toch? En iemand zint er eentje. Sinterklaas liedje. Volgens mij doet de warp het niet, Vincent. Studio coaster. Oh nee. Dat is warp. Studio coaster. Wat heb ik dan gedaan? Je hebt me slecht getypt. Coasted had ik gedaan. Delwarp. Nee, niet naartoe, dan komen ze bij me in de ingangshok. Shit, ik heb niet goed getypt, joh. Ik heb coasted. Ja, oh ja. Coasted. Studio coasted. Waar zet wat mensen in de video. Vincent typt het verkeerd. Allemaal in de comments. Ja, nou doet hij wel. Zit hier nog iemand in een kerstmannenpak? Echt hè? Zijn we bijna zitten. Old school. Oh, twee dingen in elkaar. Shit. Twee achtbaantjes in elkaar. Altijd leuk. Ja, Shin shin. Oh, er komen heel veel mensen nu in één keer. Ja, ze kunnen daar niet meer in. Helaas. Sorry mensen. Je moet even wachten op de volgende lading weer. Ik heb het even slecht getimed. Ik was even niet erbij. Zie je, moet altijd bij je ingangshokje. Moet je altijd erbij zijn. Anders gaat het mis. En nou zie ik gewoon helemaal niet meer dat er een nieuwe aankomt. En die kunnen we nu starten, denk ik. Kijk, er komt een nieuwe al aan. Zit daar serieus iemand van de Muppets? Leek het net op. Oh, ik dacht dat iemand van de Muppets zat. Kijk die hoofd, joh. Van die Itske. Ja, ga weg. Dag meneer, dag mevrouw. Zo, hij zit helemaal vol weer. Oh, wat is druk. Oh, Roy, ik zie weer een beertje. Wat jij weer zo leuk vindt. Beertje. Hier, heet Mine Diamond. Is dat een beer? Oh, wacht. Hier. TP'en. Kom hier. Kijk hier, voor. Hij heeft geen mond. Oh. Even kijken hoe het verloopt hoor, met de achtbaan. Oh, daar zitten ze mooi in. Hier kunnen ze zomaar inlopen, hè? Ik weet niet, maar er zit hier al iemand. Waar heb je het over? Kijk. Ik weet hier. Niet. Oh ja. Mij is... Slash. Onder. Kijk, nu kan het niet meer. Zo, daar gaan weer mensen in. Hallo, ga er maar in mensen. Oh, die honden zitten vooraan en die kunnen als laatste in de baan. Dat is echt zielig. Oh. Ja, ga er... Oh, hij zit helemaal laatste als hij erin gaat. Ja, ga er maar in. Oh, dat is zielig. Stoor je niet aan de vuurknalletjes. Ik wel. Nee, ja, als je die hoort op de achtergrond. Bij mij, misschien bij mijn microfoon. Oh ja, bij mij zaten ze ook al echt. Ja, gaat heel erg door, hè. Maar echt gewoon ook zo'n harde dat het huis gewoon begint te trillen hier. Ja, dat is een nitraat misschien. Echt niet normaal. Ik weet niet, ik heb hier ook nog een paar nitraten, jongens. Kijk. Ja, echt, maar daar schrikken hier de pleurs van, hoor. Ja, dat wel. Maar ik hou het meest van siervuurwerk, hoor. Oh, hij zit nou eindelijk erin. Ja. Jongens, we gaan de attractie slopen, sluiten. Nee. Lopen? Nee, slopen doen we niet hoor. Zo. Maar die karretjes die eraan komen, die sloop ik wel. Want die, anders duurt het te lang, jongens. Anders denken we van, ja, we kijken alleen maar naar een video waar je zit te bedienen. Roy, zou je die andere karretjes weer lekker kapot maken? Als die aankomt, dan kan ik nog even wat aan de video laten zien. Ja. Maak je met een zwaard kapot? Nee, met ze gewoon met mijn beltje. Zwaard gaat het makkelijkst. Kan je niks kapot maken. Nee. In één klik is die kapot. Probeer eens, Romy. Pak je zwaard. Hier. Ja, probeer daar eens die kaars kapot te maken. Dat is grappig om te kijken. Probeer sowieso te slaan op dingen. Je moet hier ook nog even iets zetten, zodat ze er niet hier... Ja. Is goed. Doe dat even? Ja. Ja? Maar ik denk als je hem hier doet, dat het karretje niet meer omhoog komt. Dan moeten we even kijken, ja? Oké, er komen zo karretjes aan. Maar wacht even tot hun erin zijn gegaan.
Nou, sloop hem maar. Erin gegaan? Nee, sloop maar deze. Sneller. Oh, moet ik ze allemaal? Ik dacht dat ik ze... Nee, je moet de eerste alleen. Nu komen ze allemaal op de baan. Oh, oké dan. Ja. Sorry. Kijk hoor. Ja jongens, doe jij daar op de startknop drukken, Roy, want ik moet wat andere dingen doen in de video. Oké. Okay. Even kijken hoor, Racket Ralph hebben. Nou, de stuur is open dus voor jong en oud. Vips kunnen natuurlijk wel erachter kijken wat er allemaal daarachter is te bekennen. Zowel nieuwe dingen als oude dingen. Ja, en ik hoop dat mensen het leuk vonden dat nu gewoon een heel nieuw ding. En we hebben de span ook veranderd. Als je gaat kijken naar de span, Roy was ook bezig geweest aan het hotel. Het hotel gaan we opknappen. En die krijgt een binnen helemaal een nieuwe opknapbeurt. Dus als je nu gaat kijken binnen in het hotel is het helemaal een beetje leeg. Een beetje vreemd. Er staat ook een bordje bij. Het hotel is momenteel in onderhoud. Nou, dan ga ik even stiekem naar boven toe. Dan zie je het al, denk ik. Dat we echt alles hebben gesloopt. En dat we eigenlijk totaal iets moois gaan neerzetten. Voor een hele mooie verandering voor 2014. En dat geldt natuurlijk ook voor het mooie plein. En het kasteel. Dat ook een update krijgt. Dus dat is wel echt heel vet. Even kijken hoor. Sloop je nu de dingetjes? Sorry. Wat? Sloop je nu de karretjes? Je zegt dat ik op start moest duwen. Ik heb ze nou weer laten gaan hoor. Nee, dat is goed en super. Nee, ik dacht dat je het sloopt omdat je zo zat te rage klik. Gewoon vragen. Oh nee, ik was iemand aan het poker. Och. Even kijken hoor. Nou, 2014 mensen, ik ga hier stoppen. Ik laat nog even kort zien dat we al het hele plein hebben geüpdate. En ik ga nog niet verklappen wat we hier allemaal gaan bouwen. Maar het is bijzonder vet. Het wordt echt episch en heel erg gaaf. En het heeft te maken met de warps. Dus dames en heren, ik hoor het vuurwerk op de achtergrond. Ik wens iedereen een heel fijn 2014. En ik hoop dat jullie het naar je zin gaan krijgen. En hou de vingertjes gewoon even lekker bij je. Ja. Is niet schön. Is niet schön, toch? Nou, goed. Bedankt voor meedoen, Roby en Timothy en Kevin. Ja. En dan zie ik de volgende keer terug bij aflevering 70 alweer van Disneycraft. En bedankt mensen voor het steunen. Voor Vips. Voor de kijkers. Voor de fans. Kijk ook even hieronder mij. Zie ook de website voor de leukste updates. En ook kijk even op het forum. Dat zou leuk zijn. Bedankt nogmaals voor dit prachtige jaar dat jullie ons hebben gegeven. En tot de volgende keer. Volgend jaar zijn we terug. Ja, dat is toch zo? Ja. Doei. Klinkt zo ver weg. Wat zeg je? Stinky? Klinkt zo ver weg. Alles wat ik wil lijkt zo ver weg. Dat is een liedje. Oké. Ken je het niet? Ken je dat liedje niet? Nee. Ken je dat liedje niet? Stel dat je zit daarvoor. Dat moet daarvoor komen.